Dat is hier al 50, 60 jaar, sommige tuiners. Die geest zou me niet wegsturen, dat is onmogelijk. De toekomst van volkstuinvereniging VTV aan de rand van Schagen staat onder druk. De gemeente is op zoek naar een nieuwe plek voor sportvelden. Het terrein van de volkstuinen is een van de mogelijke locaties. Ja, wij zitten hier met een complex van 30.000 vierkante meter en 144 tuinen. Dat gaat dan nogal wat worden. Dus ja, wij zitten er niet op te wachten op de voetbalvereniging, terwijl we gek van sport zijn hier, hoor. Van de meeste tuinen is het een ramp. Maar ook de schaatsbaan van ijsclub Magnusrijders zou moeten wijken als de plannen doorgaan. Nou, er zouden, wat ik gelezen heb en begrepen heb, zouden er 5 velden moeten komen. En ik draai me even om. En nou, er zouden met parkeerterrein erbij en accommodatie, kleedkamers en zo. En we zitten hier nu een jaar of 6. En we hebben hier eigenlijk heel veel tijd en moed in gestopt. Deze keet, deze koek- en soepietent hebben we zelf helemaal opgebouwd. We laten ons niet zomaar wegsturen of wegkopen. Daar zouden we heel erg rouwig om zijn. We gaan dus dwars tegenin. Ja, zeker. Ik bedoel, dat je zomaar niet over je kant laten gaan. En ik vind, waarom zijn we dan niet bericht? Volgens de gemeente Schagen wordt alleen nog maar gekeken naar mogelijke locaties. Er is nog geen keuze gemaakt. Ik denk dat het slim is om dat proactief in te steken. Ja, meteen aan de bel trekken. Ja, we weten allemaal wel dat als een plan eenmaal gemaakt is en mensen zitten op een bepaald spoor, dan moet je best wel moeite doen om mensen weer van dat spoor af te krijgen.